Twee totaal verschillende musea, twee verschillende ingangen en twee verschillende collecties. Maar toch zitten ze sinds 24 mei in één gebouw. En dat blijkt te werken. Ik ben nu bij de entree voor het Stedelijk Museum. Ja. En Mark Melders die exposeert in het Noord-Brabants Museum. Okay. Bij beide entrees kun je kaarten halen voor beide musea. En vooral het Stedelijk Museum spint daar garen bij. Over heel 2012 kwamen er 32.000 bezoekers. In de eerste drie maanden op de nieuwe locatie waren dat er al ruim 53.000. Het Noord-Brabants Museum heeft natuurlijk altijd meer bezoekers gehad dan het Stedelijk Museum. Wisten we ook van tevoren. En je ziet natuurlijk ook wel dat een heel groot deel van de mensen inderdaad in eerste instantie misschien afkomt op het Noord-Brabants Museum. En dan uiteraard dit museum op meepikken. Maar niet alleen het Stedelijk Museum profiteert van de samenvoeging. Het Noord-Brabants Museum had in de eerste drie maanden 64.000 bezoekers. Over heel 2010, het laatste jaar dat het museum open was, kwamen er ruim 86.000 mensen een kijkje nemen. Het museum ziet er hieruit als in oudere kunst. Zoals oudere kunst ook vind ik goed bij elkaar passen. Boven is het lekker strak, helder, open. Maar wel heel andere koek. Nou, dat is toch het leuke. Ik ben meer dan tevreden, want daar droom je van voor de opening. En als het dan ook nog waarheid wordt, dan is het helemaal geweldig. Komen mensen niet gewoon kijken omdat het natuurlijk net nieuw allemaal is en ze zijn gewoon nieuwsgierig? Ja, natuurlijk. En daar zijn ze ook van harte welkom. Maar je kunt je voorstellen als mensen niet enthousiast waren, dat ze dan nooit terug zouden komen. Vanaf september zijn er nieuwe tentoonstellingen waar weer nieuwe bezoekers op af moeten komen. Het museumkwartier hoopt zo binnen een jaar 175.000 bezoekers te trekken.